Dus daarom doe je dan ook workshops en afhuren en al die dingen. Ja, dus ik heb drie verschillende types fotografie bedacht. Dus mijn studio verhuur ik, dat levert geld op. Ik doe zakelijke fotografie, dus ik maak foto's voor bedrijven, voor op websites van bedrijven bijvoorbeeld. En ik geef workshops en ik organiseer evenementen. En dat is voor andere fotografen die graag foto's willen maken en dat leuk vinden en ook wel wat willen leren. En dan organiseer ik vaak met een model een evenement en dan hebben we gewoon een hele leuke avond of een hele leuke middag. En waarom vind je fotografie dan zo leuk? Nou, omdat ik graag met mensen werk. En nou, bij heel veel bedrijven werk je met mensen. Maar ja, ik weet niet, ik vind het leuk om beelden te maken van mensen. Maar ook om die, als ik die geef, dat mensen het zo prachtig vinden hoe mooi ze erop staan. En dat vind ik heel erg leuk. En hetzelfde is met workshops. Daar hebben we wel een model. En als daar foto's van gemaakt worden. En we zetten de flitsers op een bepaalde manier neer. En we doen met een paar eenvoudige materialen. Maken we een prachtige foto en iedereen vindt het ook mooi, dan krijg ik er ook helemaal energie van. En dat vind ik hartstikke leuk. En hoe lang doe je dan over één foto compleet bewerken? Nou, als het voor mezelf is, dan ben ik soms in 1 minuut klaar. En soms ben ik uren lekker aan het spelen met mijn foto, tot ik hem helemaal prachtig vind. Of zelfs denk van, nou, dit wordt niks en dan gooi ik hem weg. Maar als ik voor een opdrachtgever en klant foto's maak, ja, dan heb ik van tevoren al bedacht van hoeveel tijd ik eraan ga besteden en zoveel betaalt hij er ook voor. Dus ik probeer dan wel een aantal foto's bijvoorbeeld in een bepaalde tijd op te leveren. En dan heb ik bijvoorbeeld tussen 10 minuten en een half uur aan uitwerken van de foto, zeg En hoeveel foto's maak je per fotoshoot? maar. Nou, ik tel niet zo in fotoshoots, maar meer in settings. Dus als ik een bepaalde setting heb bedacht. En ook bijvoorbeeld voor zakelijke fotografie ben ik gespecialiseerd in samenwerkingen tussen mensen. Dus dan zet ik mensen aan een tafel of in een situatie die bij dat bedrijf passen. En dan neem ik natuurlijk ja, bijvoorbeeld wel 20 foto's waarbij mensen, de ene lacht wat of de andere kijkt naar de een, de ander is bezig met het product wat in dat bedrijf gemaakt wordt. En zo wel wat variaties. En uit die setting kiezen we één foto die de beste is. En die wordt opgeleverd en geplaatst.